Op zondag 18 augustus organiseerde MSC Mill en Classic Motorrace Zeeland voor het tweede achtereenvolgende jaar op Circuit de Spie in Langeboom een Classic wegrace. Hier werden ook van 1972 tot 1976 wegraces georganiseerd. Vandaar dat vorig jaar werd besloten nog een keer daar een wegrace te houden. Dat beviel zo goed dat ze ook dit jaar weer terugkeerden op Circuit de Spie in Langeboom. Deze Classic Motorrace is eigenlijk een demo-race. Dat wil zeggen dat het er niet om gaat om zo snel mogelijk de rondjes te rijden, maar juist continu een gemiddelde snelheid aanhouden. Het publiek genoot weer volop van deze Classic Motorrace op Circuit de Spie in Langeboom.